een hele lange poos geleden sinds dat ik een video heb gemaakt. De laatste video die ik heb gepost was namelijk ook al een stuk eerder opgenomen als dat ik hem heb geplaatst. Dus welkom terug op mijn kanaal. Ik was altijd alweer van plan om weer video's te gaan maken, maar ik heb gewoon heel veel over me heen gehad. Natuurlijk in de zomervakantie is het een heel stuk relaxter geweest, maar aan het einde van mijn schooljaar, ik heb besloten om een jaar eerder te stoppen met mijn opleiding die ik aan het doen was, omdat ik me gewoon niet meer lekker thuis voelde. Niet meer, ik ga daar niet super veel over vertellen. Als jullie dat willen horen, wil ik daar best een vlog over maken. Laat het dan even weten in de comments of jullie dit verhaal willen horen. Maar goed, het laatste half jaar van mijn opleiding moest ik naar mijn opleiding blijven komen. Dat moest en van mijn ouders en van de school en van de overheid, want ik ben gewoon nog leerplichtig. Maar ik deed er eigenlijk helemaal niks meer. Dus het laatste half jaar op school was voor mij eigenlijk gewoon heel kut. En ik was in die periode ook een beetje depressief. Maar zoals ik eerder zei, ik wil daar nu niet te veel over vertellen, want we gaan gewoon lekker deze game spelen. Maar goed, ik ben nu aan een superleuke opleiding begonnen. Dus nu heb ik weer heel veel zin om video's te maken. Alleen had ik ook even geen geld meer om voor Premiere Pro te betalen. Dat heb ik nu nog steeds niet. Ik gebruik nu een gratis software. Dus als de kwaliteit van mijn video's een beetje lager is als dat het eerst was, zeg maar voor mijn zomerstop, als ik het zo mag noemen, dan komt dat omdat ik nu gratis software gebruik. Maar goed, ik hoop dat jullie alsnog kunnen genieten van deze video. En vandaag gaan we spelen The Shadows That Run Alongside Our Car. Het is een heel kleine, simpele game eigenlijk. Het speelt zich allemaal af in deze auto. Het zijn twee mensen die bij elkaar in de auto zitten, die elkaar niet kennen. En ja, er komen allemaal verhalen op ofzo. Zoiets is het. Deze game is gemaakt in 4 dagen. Dus verwacht niet de kwaliteit van een AAA game. Zoals Battlefield, Call of Duty, dat soort dingen. Assassin's Creed. Maar geniet er gewoon van. Ik hoop dat ik het ook leuk ga vinden. Dus ja, ik hoop vooral dat jullie het ook leuk gaan vinden. Dus ja, ik zou zeggen, start. Whose eyes will you see the road through? Click one. Oké, dus door welke ogen wil ik de weg zien? Ik heb een rijbewijs. Dus ik ga voor de persoon achter het stuur. Garnet. Oké. I put the pedal to the floor. Dit is alleen heel jammer. Ik ben natuurlijk Nederlands. The wheel screeches, we pull out into the lane. The car swerves, but it doesn't really matter. Want ja, dit is een Engelse game. Ik hoop dat jullie het begrijpen. Heel misschien laat ik YouTube automatisch ondertiteling in het Nederlands toepassen. Gaat meestal niet zo heel erg goed. Maar waarschijnlijk ga ik dat wel doen, zodat ook de Nederlanders of de mensen die er gewoon nog niet zo heel erg veel van af weten, het ook mee kunnen maken. En op een of andere manier krijg ik maar 20 fps. Dus ik ga even Google Chrome sluiten. Nee, dat maakt niet uit. Nou, de game draait dus maar op 20 fps nu ik aan het opnemen ben. Dus ik hoop dat jullie alsnog een beetje van kunnen genieten. Volgens mij is een hoge fps ook niet nodig voor deze game. Maar goed, we gaan gewoon lekker verder. There's no one else out there, as far as the eye can see. The abandoned station shrinks behind us until it's gone. And then it's just us and the long road. Heel veel puntjes. The world outside the windows passes by us in abstract. Like the whole world's given up on having any meaning. We drive in silence. Nou, dan mag ik denk ik ook weer stil worden, hè? Laat ik dat toch maar niet doen. Het raampje gaat naar beneden. After a while, I heard a faint buzzing of the power window being rolled down. Yo, you sure that's a good idea? It's not like zombies are just going to hurl themselves at the moving car. Fair enough. Well, that was a thrilling conversation. So, guess it's kind of strange to be asking after 3 whole days, but what's your name, anyway? Right, we never did introduce ourselves. It's... Ooh, what is her name? Ofwel, wat is haar naam? Hoe gaan we haar noemen? Shelby. Oké, dat kan best. Maar ik ga haar Anna noemen.
En well, oh, nee, hij is de man. Well, nice to officially meet you, then, Anna. My name is Dustin. Ik vind Dustin een mooie naam. Dustin. Okay. En toen werd hij stil. Ah. The car shudders briefly. It rumbled over the streets. A series of potholes. But then, the road smooths again. The humming of the engine reminds me of a storm, brewing far off on the horizon. Beyond these occasional noises, we sit in silence. So, what were you doing before everything happened? Hmm? Oh. Whoa. That's the first time she's actually started a conversation. Guess I'm not so intimidating after all. What was I doing? God! What was I? A wallet of nothing? I bet that sounds super impressive, huh? Just a scruffy drifter. Not so sure she wants to hear that? I... Dodge the question. You know, isn't that? I've really settled into one thing in particular. What about you? This ride is yours, right? Yeah, well... It was really my dad's car, or was. Even when he was alive, though. I was the only one who ever drove it. Ah, guess he didn't. Sorry. Never mind. It's okay. The boots would have killed him eventually, anyway. Oeh, het wordt donkerder. Wat ik trouwens nog niet had verteld, ik denk dat ik deze video's iets van 10 minuten ga maken of zo. Dat vind ik op zich wel een mooie lengte. Dus ja, we zijn nu ongeveer 7 minuten bezig. Dus dat soort misschien gaat stoppen. Pretty quiet in here, huh? Surprisingly, not much noise at the end of the world. Do you think there's any radio stations left? I'd be pretty shocked if so. Reckon it couldn't hurt to look, though. Ooh, the radio. She's fiddling with the dial. I'm pretty sure we're not gonna find anything. Static comes in and out in waves. Every so often, distortion gives the illusion of an actual sound, but it then goes right back to nothingness. Just then, though... Hang on a sec. Go back down. I think I actually heard something. The noise phases in and out, then as something comes out into auditory focus. Klassiek! Is dat mariachi? Oh ja, oké, niet echt klassiek, maar nee dan. Mariachi. Pff. I can't contain myself. The sound is unmistakable. Horns blare jealously over the static and sick fanfare. Well, the man's voice wails softly over. I'm laughing so hard, I nearly pissed myself. Anna's nearly there too. That was not what I was expecting. Who the hell's out there running this? Of all the music that would be left? Man. I sink back into the driver's seat, letting my mind drift to the music. The dissonance is almost comforting, as a fractured jaws. Chords wash over me. I try to pretend that I'm lounging in a truck bed somewhere, out in the sun, mid-afternoon, shirt damp and dirty from a hard day's work. For a moment, I almost believe it. The music falls short then for a few seconds, before starting up again. Wait. Isn't this the same song again? It's probably on an endless loop. Cause why wouldn't it be? Sure seems that way. Guess it's just ghost on waves after all. At the end that aren't exactly interesting. How interested in DJing. What you think a zombie if it listened to? Is that metal too obvious of an answer? Perhaps, dummy, or maybe it's all into baby metal these days. I don't know. I think the Grateful Dead seems more apt. You know, I've always wondered this, but what are they grateful for, exactly? Maybe they finally found themselves some peace.
Jeez, huh? I wish they'd left the rest of us chapter. Ain't so bad right now, anyway. Well, except for that. I shake my hand at the radio controls. So, what are you gonna do, anyway? Music-wise, I really like Alanis Morissette. Top 40 hits, that sort of thing. You? And don't tell me it's dead metal. Wait, just me if I say I actually haven't heard of them. No, that might be for the best. What do you listen then? Most people look at me and expect me to be into the Stones or Marley or something, but well, she'll probably actually judge me more for this. Try me. Ik vind het eigenlijk wel een mooi moment om te stoppen. Ik laat een soort mariachi muziek voor de achtergrond lopen. Ik hoop dat ik... Nou ja, ik ga toch eigenlijk zorgen dat ik geen advertenties meer op mijn video's zet. Gewoon zoveel geld verdien ik ermee. Ik doe het niet voor het geld. Ik doe het gewoon om jullie te entertainen. En om mezelf een beetje te entertainen in mijn vrije tijd. Maar goed, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Als jullie het nou leuk vonden, laat even een duimpje omhoog achter. Of als je nog niet gesubscribed bent, subscribe. Ik probeer voor het einde van het jaar 200 subscribers te halen. Dat was aan het begin van het jaar mijn doel. En eigenlijk ben ik er toch wel dichtbij gekomen. Ondanks dat ik een half jaar of zo niks heb geüpload. Dus ja, doe dat alsjeblieft. En ik zie jullie allemaal weer in de volgende video. Ciao.